Je creëert data. Veel data. En die data is belangrijk. Dus hou je die het liefst zo dicht mogelijk in de buurt. Gijzelvirussen brengen dit in gevaar. Zo'n gijzelvirus, ook wel ransomware genoemd, wordt zonder jouw toestemming geïnstalleerd en gijzelt jouw bestanden, jouw online game of zelfs je bestanden op externe media. Daarna eist het los geld. Hoe installeren criminelen nu ransomware? Wel, dat kan bij het openen van een bijlage, bij het klikken op een link of bij het bezoeken van een kwaadaardige website. De beste manier om je te wapenen tegen deze virussen is door je goed voor te bereiden. Maak een reservekopie van al je documenten en van al je toestellen. Zorg voor een reservekopie die losgekoppeld wordt van je toestel en bewaar ze op een veilige plaats. Daarnaast neem je best nog volgende voorzorgen. Scan regelmatig met een virusscanner, hou je programma's up-to-date, klik niet zomaar op alle links en bijlagen. Ben je gegijzeld? Trek meteen de internetkabel uit of zet je wifi af. Ontkoppel meteen alle externe harde schijven of andere apparatuur die met je toestel verbonden zijn. Maak een foto van je scherm en meld dit aan de lokale politie. Contacteer een computerhersteller. Bedenk wel, sommige gijzelvirussen zijn niet te verwijderen. Een reservekopie is dus nodig om terug toegang te krijgen tot je bestanden. Wijzig tenslotte al je wachtwoorden. Overweeg je toch om losgeld te betalen? Hou er rekening mee dat je wordt gechanteerd door criminelen. Je hebt geen enkele garantie dat je je bestanden veilig terugkrijgt of dat er geen andere virussen geïnstalleerd worden.